Vandaag ga ik paardenmuffins maken voor dieren. En blijf vooral kijken. Paardenmuffins! Nou, dan ben ik wel benieuwd wat erin zit. Hier zien we al een beetje wat. Ik maak hem open. Dan zie ik dit. Ik zie wat lekkere snoepjes. Wat zonnebloemen. En zonnebloempitten. En dit roze is denk ik het receptje. Dan ga ik hem maar even openmaken. Nou, een bekertje. Wat snoepjes. Nou, ik heb hier allemaal spulletjes. Nu ga ik even kijken. Wat gaan we doen? Oven voorwarmen op 170 graden. Ik heb wat spulletjes gepakt. En we hebben het goed verdeeld. Want er zijn twee stuks paardenmuffins. Nou, niet twee stuks, maar twee verschillende. Hier zo aan deze kant heb ik wat liggen. En aan die kant. Dus laten we maar beginnen. Muffins. Meng 100 gram spelt met 100 gram muesli. Ik denk dat dit het spelt is. Klopt dat? Ik denk het ook. Dan ga je gewoon de helft erin. De helft. Ongeveer. Dan pak ik ongeveer de helft. Dan 100 gram spelt met muesli 100 gram. En dan 100 gram muesli. Dus dan ongeveer zo de helft. Zo. De helft. Iets meer dan de helft. Nee. En dan gedroogde bieten en wortelstukjes. Dan de gedroogde bieten erin. 1, 2, hoppa! Wow, dan moeten de wortelstukjes. En de wortelstukjes. En dan de bietjes. Zo, er 10 eetlepels water in. Eerst ga ik dit een beetje mengen. Zo. 2, 3, 4. Dan moeten we eigenlijk balletjes van kneden, maar ik denk dat er nog wel ietsjes meer water in bij moet. Hiervan kan je niet echt balletjes kneden. Lukt het? Nee, er moet echt even wat meer water bij. Ik weet niet of het echt helpt om er nog meer water bij te doen, als het dan plakkeriger wordt. Ja, dan wordt het plakkeriger. Ja, dit is genoeg water. Nou, we hebben wat meer water bij gedaan. En nu ga ik er balletjes van kneden. Moet ik hiervan 3 balletjes maken, toch? Ik moet wel wat groter. Het plakt helemaal vast. Nou, ik denk dat dit ongeveer 1 balletje is. Hoe? Ik zou gewoon het hele bakje vol proppen. Gewoon een hele bakje vol. Zo. Aanduwen. Een beetje aanduwen. Zo. Dat is 1. Dan gaan we naar 2. Nou, als ik in de bak kijk, dan kan je daar wel iets meer dan 3 van maken. Nou, we proppen het gewoon een beetje vol. Oké. Okay. Zo, dan kan hier ook nog wel wat bij. Nou, ze zitten vol. Ik heb nog een klein beetje over. Dus wat zullen we hiermee gaan doen? Nou, omdat we nog een beetje over hebben, hebben we hele leuke bakvormpjes. En wat we dan gaan doen, we schenken in een bakje. Dat ik deze opzij. Schenken we wat zonnebloemolie. Dan pak ik een kwastje. En dan ga ik er nu even, even invetten. Ik heb ze allemaal ingevet. Dan pak ik deze er weer bij en ga ik het erin doen. Ik doe het gewoon lekker met mijn handen. Deze is niet helemaal gevuld, maar dat is niet erg. Zetten we deze even opzij. Dan gaan we kijken naar het volgende. En dan moeten we dit overige erin doen. De muesli erin. Hoppa. Zonnebloempitjes erin. Nu ga ik er de lavendel erin doen. Ik denk dat wel dit heel lekker vindt ruiken.
dan pompoenpitjes. Zo, die gaan helemaal leuk. Nou, dan haal ik het er even uit. Zo. Dan ga ik het nu mixen. Ja, zeezout. Oh, en dan de zeezout. Dan ben je nou vergeten. Zo, dan gaan we dit nu even mengen. En dan doen we een beetje water bij. Ja, maar. Je moet op je eigen gevoel het water erin doen. Want nu begint het lekker plakkerig te worden. En dat is juist de bedoeling. Dan ga ik nu even 3 bekertjes vullen. Zo. Je wordt er wel steeds handiger in. Zo. En nu ga ik weer de hartjesvormpjes vullen. Oh ja, eerst nog die. En dan zijn ze klaar. Dan ga ik even kijken op de gebruiksaanwijzing. Nou, dan moeten we de verschillende snoepjes erin doen. Dus nu ga ik even kiezen waar wat gaat. Ik doe de snoepjes erop om te willen zien welke is. Om een smaaktest te doen, want Bel is natuurlijk heel erg kieskeurig. Dus dan... moeten we wel kijken welke ze het lekkerst vindt. Sweet Veggie Muffins krijgt de rode. Kan. Sunny Flowers krijgt de bruine snoepjes. Dan kan ik kijken welke Bel het lekkerst vindt. Maar nu laten we maar in de oven gaan stoppen. Ze moeten 20 minuten in de oven en dan 10 minuten laten nagaren. Wel even aan je papa en mama vragen of je de oven mag gebruiken. Ik heb er toestemming voor, dus ik ga de oven gebruiken. Kijk uit allemaal, het is wel heet. En dan staan ze erin. En zet hem even op 20 minuutjes. Zo. Deze komt van Horse Muffin Box. Hij kost €9,95. Dit is geen gesponsorde video, we hebben hem zelf gekocht. Nu ga ik de keuken opruimen. Eindelijk. Er komt een geur vanaf hier. In de gebruiksaanwijzing stond dat ze nog kon nagaren, dus dat gaan we nu ook doen. Zo, nu moet ik een paar knipjes doen en hem openmaken. Ze zijn wel moeilijk door te knippen. Voel maar, ze zijn er niet zo warm. En nu ga ik het overscheuren. Het ziet er nu zo uit. En nu kan je ze nog 10 minuten laten nagaren in de oven. Dan worden ze steviger van. En dit gaan we nu even in de oven 10 minuten nagaren. Maar eerst wil ik een stukje proeven. Dus dan moet ik een stukje. Mijn nummer is die. Maar. Ik ga ze nu in de oven stoppen. Ik ga nu even kijken of ze steviger zijn dan 10 minuten geleden. Ze zijn steviger. Deze is het stevigst. Nu goed laten afkoelen en dan gaan we naar de manege. Ik heb hier ook nog wat overige restjes. Maar die kan je ook gaan geven aan je paard of niet. Dus ik ga ze even in de bak stoppen. Nou, we gaan een smaaktest doen. Dan ga ik er 2 in alle 2 in mijn handen doen. Dan gaan we kijken welke Bel kiest. Ja. Okay. Even omhoog houden, ja? Deze rode is de Sweet Faggy. En deze is de Sunny Flower. En Bel heeft er heel veel zin in. Oké. Die? Welke kiest ze? De... Sunny Flower. En welke vind je lekker, Bel? Deze vindt ze in totaal het lekkerst, want anders neemt ze hier niet nog een hapje van. Is het lekker, pony? Nou, alle 2 tegelijk. En happy! Dan gaan we even gewoon testen. In 1 hap ook. Welke heeft ze nou, die rode is de? Ja,
Dat is de onderste. Sweet Peggy. Volgens mij was het gewoon degene die het snelst te pakken kreeg. Klaar. Nou, ik vond het heel leuk om te maken. En Bel vond het hartstikke lekker. En Vronia ook. Want die had het wel in één hap op. Ik vond het heel leuk. Ik zal het zeker aanraden voor jullie. Vergeet niet, woensdag 4 oktober is Dierendag. En ik wil een duimpje omhoog en dan meer hier beneden. En dan zeggen we doei!